In deze video tonen we een aantal extra mogelijkheden van Unity voor het afwerken van het level. Wat we tot nu toe gemaakt hadden, was vooral de geometrie, een figuur die kon rondlopen, materialen en belichting. Er is in Unity de mogelijkheid om een terrein, een 3D-model van een hele omgeving, van een hele sit te gaan creëren. Het interessante daaraan is dat dat volledig geïntegreerd is, dat je daar niet veel extra's voor nodig hebt. En ook dat er heel wat zaken standaard al ondersteund worden, zoals animatie, zoals het toevoegen van bepaalde details. Afhankelijk van wat je wilt bereiken, zou je het terrein inderdaad met de geïntegreerde terrain optie kunnen maken. Of je zou kunnen werken met een extern model dat je inlaat, wat we later zullen zien. Goed, vanuit het terreinmenu kunnen we nieuw terrein toevoegen, Create Terrain. En als je wat uitzoomt, dan zie je dat Unity ergens... Misschien eens op de F drukken. Een enorm groot vlak toegevoegd heeft. En dat is een leeg terrein, waar eigenlijk op zich nog niks mee gebeurd is. Nu, we kunnen dat terrein selecteren. En dan zie je dat daar heel wat eigenschappen ook weer aan hangen. En, zeer belangrijk, daar hangt een terreinscript aan. En het is een soort interactieve module, waar je telkens stap voor stap functionaliteit aan dat terrein kan toevoegen. Nu, we gaan misschien eerst vooral het terrein, zoals het nu is toegevoegd, is vrij groot. We kunnen via de menu Set Resolution kunnen we de eigenlijk afmetingen opgeven. Het staat nu ingesteld op een breedte van 2000 eenheden, een terrein van ongeveer 2 op 2 kilometer. We zullen dat op 100 zetten en de hoogte, dat, wel het terrein is vlak, maar dat geeft het maximaal bereik van de hoogte aan. Het terrein is eigenlijk een hoogtemap en nu kan je tot 600 meter hoog gaan. Dat is ook wat overdreven, dus we zullen ook op 100 zetten. Op 100, set resolution. En dan zie je dat dat vierkant al iets kleiner is. We gaan het ook een beetje opschuiven, zodat het hier ongeveer naast onze scène staat. En via de coördinaten kunnen we dat iets exacter gaan doen. Als we kijken naar ons basisterrein, was... Dat was ook niet heel exact van afmeting. Gewoon zorgen dat hij een klein beetje aan de rand komt. Eventueel lichtjes naar beneden plaatsen. Zodat we het van het een in het ander kunnen doorlopen. Goed, om dit terrein verder te gaan indelen, kunnen we gebruik maken van de brushes in Unity. Dus we selecteren het terrein. We kijken naar het terreinscript en we gaan gewoon van links naar rechts door heel direct knoppen door. Het eerste is om het terrein een soort hoogte te geven. Op basis van een brush. En die brush is alsof je aan het schilderen bent. Je ziet hier ook een blauw vlakje verschijnen. En eventueel het vlak nog groter maken. Je schildert met een soort schilderpenseel. En overal waar je klikt, zal het terrein hoger gemaakt worden. Als je op shift drukt, wordt het lager gemaakt. We willen misschien gewoon een textured weergave nemen, die reageert wat beter. Nu, we zitten al op het laagste. Nou, we dus kunnen het terrein eigenlijk altijd alleen klikken om het hoger te maken. Je ziet het hier al een beetje gebeuren. Dus overal waar je klikt en sleept, voeg je eigenlijk een heuvel toe. Het terrein wordt op die manier vervormd. Dus het is vooral gericht op iemand die... Je op een soort intuïtieve manier een omgeving wilt vormgeven. Het eigenlijk verfijnen van zo'n terrein, dat is niet direct de bedoeling van dat hier helemaal detail te tonen. Maar door andere brushes te nemen, zie je dat je dat wat minder vlot kan doen, dat wat meer een korreliger effect kan krijgen op bepaalde puntjes. En als je de shift indrukt, dan kan je het terrein ook weer wat naar beneden duwen. Maar je blijft beperkt zitten met die onderste en die bovenste waarde. Dus je blijft altijd binnen die kubusachtige vorm zitten. Je kan ook toewerken naar een specifieke hoogte. Bijvoorbeeld alles zetten op een hoogte van 25. En dat wil zeggen, als je nu gaat schilderen met een van die brushes, dan kan je dat blijven verhogen totdat je op een gegeven moment ergens aan een plafond komt waar je niet hoger kan. En dat is wat je hier ziet gebeuren. Nu, dat kunnen we misschien gebruiken om het hele terrein
ergens een vaste hoogte te geven. Dat is meer zo'n canyon effect dat je dan krijgt. En we kunnen misschien ons terrein zelf eventueel wat gaan opschuiven, dat onze scène daar in het midden van het terrein geplaatst wordt. Goed, je ziet dat het, als je dat rap doet, dat dat natuurlijk niet echt zeer realistisch is. Maar het geeft een beetje het principe aan. Dus je geeft de algemene hoogte, hoger en lager die je kan opgeven. In die brushes kan je dat wat onregelmatiger gaan doen. En dan kom je op de volgende plaats, een smooth optie. En een smooth optie, die is dan weer handig om die pieken een beetje af te vlakken. Het terrein zal altijd wel wat geleidelijker evolueren. En zo kan je het een klein beetje gaan verfijnen. En dan kom je aan de volgende stap, een textuur. Dus voorlopig is dat gewoon een grijs volume, of grijs vlak. En wat we kunnen doen, is texturen gaan toevoegen. Add texture. Moeten we kijken. Hier kunnen we alle texturen die op dit moment in ons project gekend zijn. Maar eigenlijk is dat nog niet zoveel. Nu, in Unity zelf zijn er een aantal standaard packages beschikbaar. En die kunnen we gaan inladen. Via het Assets menu, Import Package, Terrain Assets. En dat is een soort standaard terreinobjecten. Je ziet hier staan een aantal Photoshop bestanden, een aantal materialen en nog een paar objecten. Dus dit gaan we importeren in Unity. Die worden eventjes voorverwerkt. En dan verschijnen die mee in de folder Standard Assets. De terrain assets. En daar zit bijvoorbeeld een materiaal of een textuur voor gras, twee soorten. Een paar texturen om terrein in te kleuren en ook nog ergens een 3D palmboom met materiaal. Ik kan eventueel via de asset store nog bijkomende terreinobjecten of terreintexturen gaan vinden. Nu, we gaan terug naar het terrein dat we hier in de scène gemaakt hebben, terug in de vierde stap. We gaan een nieuwe textuur toevoegen. En nu vinden we een aantal van die texturen in onze lijst terug. De eerste textuur die we selecteren gaat het volledige terrein bedekken. Dus daarvoor kiezen we een textuur van bijvoorbeeld Grass Hill. Dus het gras dat volledig bedekt wordt. Die andere twee zijn eigenlijk frontale zichten van gras. Die worden op een ander punt gebruikt. Dus we selecteren deze. We zeggen hoe groot die foto of die tegel wordt. En dan is er die toegevoegd en dat is ook direct het hele terrein mee bedekt. Dus vanaf nu heeft het hele terrein een materiaal. We kunnen een tweede textuur toevoegen, de texture. Te beginnen de lijst gaan selecteren en dan kies bijvoorbeeld grass en rock. Ook toevoegen. En nu kunnen we wisselen tussen de texturen. We kunnen schilderen met gras of met die tweede textuur. En we kunnen dan bijvoorbeeld gebruiken om die bergen een ander materiaal of een andere textuur te geven. Zodat het terrein al iets realistischer overkomt. Goed, om dat zeer goed te doen heb je er natuurlijk wel wat tijd voor nodig. En dan duur je dan ook zodat de brush wat kleiner wordt, zodat je wat fijner kan werken. Maar om hier rap resultaat te hebben, gaan we met een grote brush rap een algemeen materiaal erop zetten. En om het nog wat te gaan verfijnen, voegen we nog een textuur toe. Dat is die Good Dirt. En die kun je misschien op die heuvels toepassen. Zorg dat het geselecteerd is. Als we dan een textuur nemen met een beetje een korreliger uiterlijk, kunnen we een beetje die overgang verder gaan verfijnen.
Dat zijn de basistexturen. In de volgende stap kunnen we bomen toevoegen. De bomen worden ook weer geschilderd op het terrein. We moeten ook weer door een boom toe te voegen. Nu in die package, toch worden alle 3D prefabs getoond, maar uiteindelijk is enkel die palm geschikt daarvoor. Want die is op een bepaalde manier voorbereid, zodat je die rechtstreeks kan gebruiken. Dus select die palmboom. We gaan even uitzoomen. En onze brush size een beetje kleiner instellen. Density is hoeveel bomen geplaatst worden. Even kijken. Nou, we moeten nog de boom toevoegen. We hebben blijkbaar niet goed geklikt. Palmboom uit. Dus nu is er een palmboom toegevoegd. En als we nu klikken en slepen, dan wordt die palmboom ook weer toegevoegd. En we kunnen met Ctrl drukken om ze uit te wissen. Dus het was niet de bedoeling om die bijvoorbeeld op de rotsen te zetten, maar enkel in het grasgedeelte. Dus eventueel kunnen we die brush size op 1 zetten. Density op 100. En dan kunnen we gewoon individueel een paar punten aanklikken. En de volgende stap zijn nog bijkomende details. Edit details, grass textures en detail meshes. Grass texture, daar kunnen we een van die twee voorbeelden voor gebruiken. Het gras. Dat gras gaat een foto zijn, een uitgesneden foto die geplaatst wordt. En afhankelijk van de camera gaat die altijd naar de spelers toewijzen. Daar zit zelfs een animatie-effect in. Dus we kunnen die al gaan toevoegen. En dan is het best dat we weer wat gaan inzoomen. Laat die maar enkel vanaf een bepaalde afstand getoond. Ziet als je hier sleept, krijg je een soort grasprietjes. En afhankelijk van de camera draai je die zich altijd naar de speler. Zoals het lijkt alsof je 3D gras hebt, maar wat op een veel lichtere manier getoond wordt. Nu, we gaan hier de settings ook weer wat lager zetten. Strength en de opacity ook wat lager. En die zijn afhankelijk van de cameraafstand. Dus op het moment dat je uitzoomt, zie je dat die ook weer verdwijnen. Dat maakt als je op een terrein bent van het eerste voorbeeld van bijvoorbeeld 2 kilometer lang, dat die grasprietjes niet tot in het oneindige moeten berekend worden. Dan kun je dat tweede gras ook gaan toevoegen. Detail mesh gaan toevoegen, zien of er daar een voorbeeldje van zit. Misschien die dosis proberen. Dat was iets. En de details daar nog wat van instellen. Random breedte en random hoogte. Zien dat er niet te veel tegelijk getoond worden. En zo kan je bijna willekeurig nog wat kisten op het terrein toevoegen. En dan heb je nog wat algemene instellingen. Maar daarmee zijn we door die wizard gestapt, van links naar rechts, al de instellingen gebruikt. En het hele terrein wordt uiteindelijk in onze hiërarchie slechts één enkel object. Het is ook static gemaakt, dus als we bijvoorbeeld teruggebruik maken van de light mapping, kan de belichting van de zon, die we vorige keer gemaakt hebben, ook effect hebben op het terrein. Maar dat gaan we hier niet expliciet helemaal opnieuw doen. Dus we kunnen al eens kijken als we door het level lopen, wat het effect daarvan is. Dus je ziet dat gras dat zelfs wat beweegt, daar zit een zeker animatie-effect op. Maar het houdt de speler niet tegen om te stappen. De kisten zijn blijkbaar ook aan het bewegen, dat lijkt wel wat minder realistisch. En dan zie je ook het terrein zelf.
Afhankelijk van de helling is de speler in staat om er bovenop te stappen. Of als de helling te steil wordt, geraakt hij er niet meer verder. En dat is een eigenschap die je op niveau van de character controller kan instellen. Of die een bepaalde helling bereikbaar is of niet. Goed, dat is het kort overzicht van wat je met de terreinmodule kan doen. Zelfs afhankelijk van hoe dicht de camera bij de bomen staat, dat de bomen ook anders of gedetailleerd of minder gedetailleerd getoond worden. Er zit een hele hoop optimalisatie in om zelfs in vrij grote terreinen, een van de oudere versies had zelfs een volledig eiland van een paar kilometer groot, om dat toch nog op een efficiënte manier weer te geven. Een van de mogelijkheden die Unity ook biedt, is het maken van een achtergrondomgeving, van een simulatie van de lucht. Dat wordt gedaan door een soort oneindige kubus rond de scène te plaatsen, met 6 aparte texturen. Daar is ook weer een package voor beschikbaar, via de Assets Import Package Skyboxes. En skyboxes zijn groepjes van telkens 6 beelden die samen, als die naadloos aaneensluiten, en het effect geven van de lucht en wolken. En doordat die als een box om de omgeving staan, gaat het ook altijd de richting meedraaien. Dus als je naar links kijkt, zie je ook een ander deel van de lucht dan als je naar rechts kijkt. Wachten even tot de Unity die ingeladen heeft in ons project, skyboxes. Die skyboxes zijn ook weer een materiaal, maar een specifiek materiaal, een render effect, een skybox, en die bestaat uit 6 afzonderlijke beelden. Nu, om die skybox rond de scène te plaatsen, moeten we in het editmenu naar de render settings gaan. En de render settings zijn algemene instellingen om ons project weer te geven. En één daarvan is het skybox material. En voorlopig staat die op 0. Er is geen materiaal toegekend, maar als we daarop klikken, kunnen we de lijst van materialen, in principe elk materiaal, selecteren. Je ziet hier direct in het gamevenster. Even hier gaan kijken. Zie je in het gamevenster het resultaat daarvan ook wel verschijnen. We gaan er als eentje selecteren. En om ze hier in de viewport te zien, moeten we hier ook deze optie aanzetten. De tweede knop bovenaan. Dan zie je dat er een soort omgeving met luchten is. Die heeft niet echt geen echte grootte, maar als je draait, zie je dat je ook telkens een ander deel van de omgeving ziet. En dat effect is dan ook weer zeer sprekend als je door het project rondloopt. Dus nu heb je meer een geloofwaardige omgeving met een achtergrond, zodat je merkt dat je niet zomaar ergens in een soort lege omgeving. Eventueel een van die andere skyboxes proberen. Zon nog is erbij. Overcast sky is meer een grijze hemel, of zelfs een nachthemel. Maar dan moet je natuurlijk zorgen dat de belichting ook wel daarmee overeenstemt. Dus we zullen het houden bij die eerder zonnige hemel, wat ook beter past bij het voorbeeldje van die omgeving met die palm. Een volgend soort object dat je kan toevoegen, ook weer vanuit de packages, dat zijn de particles. De particles kan je voor van alles gebruiken, maar dat is plus een soort effect waar je een hele reeks vlakjes laat bewegen en op elk van die vlakjes plakt een transparante textuur. En typische effecten die je daarmee kan bereiken zijn wolken, vuur en andere effecten. Die particles worden in de library geladen als prefabs en die kan je dus gewoon ook in het project plaatsen. Dus we slepen die gewoon vanuit ons project op onze scène. En dan zie je dat er rond een bepaalde positie, als die geselecteerd wordt, een aantal vlakjes geplaatst worden. Dat geeft een soort rookeffect. En dat zijn dan een hele hoop deeltjes die tijdelijk geplaatst worden en daarna weer verdwijnen. Maar dat is een soort vereenvoudigde 3D, waardoor het ook gemakkelijker wordt om veel van die effecten te doen. Bijvoorbeeld, daar zit een effect van een vuurtje bij. En als je die dan selecteert,
merk je dat je daar eigenlijk heel wat eigenschappen van hebt. Je hebt een particle emitter, dat is een vorm waar deeltjes worden uitgestuurd. Dan is er een kleur die je dan animeert. Je vertrekt van een rode door een gele, door een rode, dan weer een zwarte kleur. De laatste rookeffecten kunnen eventueel op een bepaalde manier ook getoond worden. En daar hangt dan ook nog eens een materiaal aan vast. Nu, we kunnen dat volledig zelf gaan configureren. Maar we gaan in het voorbeeld hier vooral werken met een aantal kant-en-klare particles. Ook een waterfonteintje kan je ook toevoegen. Misschien is het bovenaanzicht gaan staan. Je hebt hier nog echt heel wat rookeffect. Bijvoorbeeld dat rookeffect gaan we misschien gebruiken om het ergens bovenaan de berg te zetten. Even kijken waar het ongeveer staat. Kunnen we er een soort vulkaaneffect van maken door hier bovenaan te plaatsen. Dus nu hebben we al heel wat van die effecten toegevoegd. En zolang je ze niet selecteert, blijven ze statisch staan. Maar je ziet het animatie-effect op het moment dat je ze wel selecteert. Ja. Door de keuze van die third-person controller hebben we echter niet direct de mogelijkheden om dat figuurtje naar boven of naar beneden te laten kijken. Dus dat effect van die vulkaan zien we niet direct. We gaan eens kijken naar het waterval of die fontein. Dat zijn eigenlijk ook allemaal kleine beelden die snel achter elkaar herhaald worden en die dan samen toch een complex effect geven. Hier zie je ook aan de rand een soort zachte rook, in dit geval die vrij subtiel blijft. En zo kan je particle effects gaan toevoegen. Het laatste effect dat we willen plaatsen is geluid. En geluid, wel, Unity ondersteunt twee soorten geluid, namelijk een algemeen stereogeluid, dat bijvoorbeeld als achtergrondmuziek of als een soort soundtrack kan gebruikt worden. En anderzijds 3D-geluid, die op een bepaalde positie in de wereld kan staan en die afhankelijk van waar je beweegt ook hoorbaar kan zijn. En geluid is geen apart game-object, maar is een component. En je kan die component, een audio source, gaan koppelen aan een geselecteerd object. Nu, daarvoor hebben we natuurlijk wel eerst geluid nodig. En een mogelijke plaats waar je geluiden kan vinden, is uiteraard internet. En bijvoorbeeld een website als Freesound is een website die zich focust op gratis beschikbaar maken van geluiden, geluidseffecten, die je ook kan gaan zoeken, waar ook bepaalde thema's voor terug te vinden zijn. Je kan die ook gaan beluisteren op de website. En daar dan een soort selectie uit maken. En dat gaat van muziek, loops tot en met achtergrondgeluiden. Bijvoorbeeld als we hier klikken, zijn ook soms gesorteerd in groepen, in pakketten. En dat zijn dan geluiden in verschillende formaten. Je krijgt hier wat informatie. En heel belangrijk, je krijgt hier ook een licentie. Want als je zaken gaat beginnen downloaden, is het belangrijk dat je weet of je inderdaad het recht hebt om die te mogen gebruiken. En deze website focust zich op gratis geluiden, meestal onder Creative Commons licentie. Wat wil zeggen, als je die gaat gebruiken in een project, dat je er ook verwacht wordt te verwijzen van dat je die geluiden gebruikt. Maar voor de rest ben je daar geen kosten aan verplicht. We hebben al een aantal van die voorbeeldgeluidjes gedownload. Dat is een geluidje dat effect heeft van een vuur dat aan het branden is. Dat we zeker al kunnen gebruiken. Het andere is gewoon een druppelgeluid. Dat is misschien wat te weinig voor die fontein. Hier is ook een soort diep brommend geluid.
De laatste heb ik dan lichtjes bewerkt, waar een fragment uit geselecteerd wordt. En dan had je hier nog een ander voorbeeld. Een soort, ja, een langere loop is van ja, meer dan 3 minuten. Nu, die geluiden kan je gaan gebruiken in Unity. En even terug naar Unity gaan. Ons venster even wat verkleinen. En die kunnen we mee in ons project gaan slepen. We gaan daarvoor in Unity een nieuwe folder maken. Sounds. En we slepen bijvoorbeeld een paar van die kortere geluiden in die folder. Dan gaat Unity die importeren als assets, als referenties naar externe bestanden. Die worden, op het moment dat je die sleept, Unity wordt die ook effectief in die folder geplaatst. Dus Unity werkt echt met een folder waar alle assets, alle externe documenten mee ingeslagen worden. Dus als je die sleept vanuit de Finder of vanuit de Windows Explorer, worden die bestanden daarbij gekopieerd. Bijvoorbeeld dat vuur is een effect dat we willen plaatsen aan een van aan die twee vuurobjecten. We kunnen hier die ook al eens laten spelen. En we gaan die bijvoorbeeld slepen op die flame. Op het moment dat we die slepen aan die flame, hangt er aan dat object een audio source. En een audio source is een bron van geluid. En als er een bron is, moet er ook ergens iemand dat geluid horen. Het een is dan een, zo gezegd, een luidspreker, het andere is een microfoon. Wel, het object dat het geluid hoort, dat is die audio listener. En zo mag er maar eentje zijn. En die hangt normaal gezien aan de player, of in dit geval aan de camera, niet aan de player. Dus op dit moment luisteren we op de plaats waar de camera staat. Dus er is een listener en er is een audio source. Hier kunnen we zeggen dat die bijvoorbeeld direct bij het opstarten moet afgespeeld worden. Dat die ook in een loop staat. Eventueel volume en toonhoogte kunnen nog wat bijwerken. En ook voor een 3D-geluid kan je gebruik maken van een Doppler-effect. Hetgeen dat je ook typisch hoort als je een sirene hoort voorbijkomen, dat het geluid zakt op het moment dat het sirene van je weg rijdt. Of het geluid lichtjes stijgt als het naar je toe komt. Dat helpt om het 3D-effect wat te verhogen, maar als je bijvoorbeeld echt muzikale geluiden neemt, dan kan dat soms wel een vrij lelijk effect geven. Dus op dit moment zijn die gekoppeld aan dat vuurobject. En we zullen hier eens op play drukken. Je hoort het al een beetje spelen. Maar op het moment dat we dichter bij dat vuur komen, dan horen we het ook. En op het moment dat we weglopen, deze twee, daar hing nog geen geluid aan. Dus je merkt, op dit moment hangt de audio listener aan de camera. En nu die flamers zijn er hier twee geplaatst. Eentje heeft die audio source en die andere heeft dat niet. Maar het zijn prefabs. En prefabs die verwijzen eigenlijk altijd naar dezelfde bron. Wat we nu kunnen doen, als we hier op apply drukken, dan wil zeggen dat de huidige settings ook op die andere worden toegepast. Dus op dit moment, als we aan die ene flame iets toevoegen, we drukken op apply, gaat die andere flame ook automatisch diezelfde audio source hebben. Hier kun je nog eens gaan kijken die effecten die daarmee te maken hebben met bijvoorbeeld hoe sterk neemt het volume af met afstand. En eventueel links en rechts of eventuele verspreiding. Dat is hier. Zal hier wat te ver leiden. Maar het is een 3D-effect, er is een 3D-geluid en het hangt expliciet aan een van die vlamobjecten. We zullen nog iets verder plaatsen. Opnieuw is het level tonen. En hoe dichter je bij dat vuur komt, hoe feller je het gaat horen. Op dezelfde manier zouden we bijvoorbeeld die, wat heb je ergens, die fluffy smoke, dat effect, nou, we zagen het al niet echt, maar daar kunnen we eventueel ook een geluid aan hangen. Bijvoorbeeld dat rumble geluid.
het hier rook past, maar het is een soort laag brommend geluid. Controleren. We hebben het niet echt gehoord, maar dat is waarschijnlijk omdat we hier onze rumble, op het moment dat het toegevoegd is aan die rook, moet je niet op loop zetten. Dat wil zeggen dat die, nadat die loop gespeeld heeft, dat die zich blijft herhalen. Dat zal beter zijn. Dus hoe dichter we nu bij die berg komen, hoe meer we dat geluid zouden moeten horen. We gaan er niet echt op geraken omdat die berg te steil is. Maar je hoort al zachtjes op de achtergrond het grommel van die berg. Hier wordt het te steil. We proberen met springen erop te geraken. De geraaktecontrole is ook niet perfect. Voilà, nu staan we bovenop de berg en horen we ook een beetje het gebrom van de vuur. Goed, dat geeft een beetje een overzicht van een aantal extra mogelijkheden van Unity. Een terreinmodel, een hemelkoepel, particlepakketten en ook geluiden.